Penoza, ik heb de grootste Penoza in de gevangenis gezien huilen, dus ik bedoel, wat is Penoza? Hey Thea, waar gaan we naartoe? Langestraat. Ja? Ja. En wat is daar? Nou, daar hebben wij heel lang gewerkt. Ja. Dus dat is echt een oude plek van ons. Ja. En is dat een bekend verhaal? Ja, voor mij is het heel bekend. Ik weet niet of het voor de mensen bekend is. Ja, dus we hebben eigenlijk een scoop. Ja, ik hou ervan. Hoe kijk je terug op je leven? Heerlijk. Ja? Ja, heerlijk. Ik sta zo weer over doen. Alles? Alles. Met alle problemen, ook met Panama erbij. Ja? Ja, juist. Want? Het was heerlijk. Ja, het klinkt stom, maar het was gewoon superleuk. Je had het niet willen missen? Nee, absoluut niet. Penoza. Ik heb de grootste Penoza in de gevangenis gezien huilen, dus ik bedoel, wat is Penoza? Als ze dan al huilen in de gevangenis of weet ik veel wat, of denken dat ze vrijkomen terwijl ze alles bekend hebben. Ja, dan ben je voor mij echt niet Penoza hoor. Crimineel vind ik iemand die nutteloze vrouw vermoordt en zijn kinderen bij wijze van spreken, oude vrouwtjes in elkaar slaan. Dat vind ik crimineel. Wat heeft zijn dood dan voor jou betekend? Nou, in ieder geval dat ik geen geld heb gekregen. Nee, maar ja, het wordt vreselijk. Ja? Het wordt echt vreselijk. Nou. Want hoe omschrijf Klaas Bruinsma eens? Ja, voor mij was hij gewoon een broertje. En natuurlijk ook zakelijk gezien, want hij zei wel eens dat er absoluut iets was van als een vrouw in de handel zit. Dan zei hij van, oh, ik ben hekel aan die vrouwen in handel. En dan zei ik, nou dank je wel lang, ik ben ook een vrouw, ik weet niet wie het weet. Ja, jij bent toch geen vrouw meer? Nou ja, er zijn natuurlijk ook geen vrouwen in de handel. Nou, ik denk tegenwoordig wat meer. Ik weet het niet, ik heb geen flauw idee, ik hou me er ook helemaal niet mee bezig. Ik heb toen met Riedel gesproken, op de boot, de zaterdag voordat hij doodschoot. We hebben het woensdag doodgeschoten en toen hebben we veel dingen doorgenomen. Maar hij zei toen ook tegen me, toen was het zo, ik kreeg al 12.000 in de maand. En toen vroeg hij wel dus ook van, moet je horen, vind je het erg als jij naar 8.000 gaat? Natuurlijk vind ik dat niet erg. Maar toen Klaas vermoord werd, ja, toen had je niks. Toen is het gestopt. Tuurlijk, toen is dat gestopt. Maar toen ben je niet nog... Ach. Ja, maar dat kan niet, want ik weet niet welke bank, ik weet niks meer. Daar hebben we een gesprek over gehad in het Amstelhotel. De Euk zal alles regelen. En toen gingen we gewoon vanuit dat dat oké zou zijn. Want toen Klaas vermoord werd, er moeten miljoenen waarschijnlijk overal geweest zijn. Hongkong, Zwitserland. Ja. Maar ja goed, die moeten wel, ik had ook gewoon contact met iemand. Ja, Eukje wist dat natuurlijk. Hij wou me toen afschepen met 30.000 euro. 30.000 euro? Vanuit een miljoenenbusiness. Ja. En hij heeft eigenlijk nooit daarin gewerkt. Hij was gewoon een bodyguard. Ja. Ik heb hem uitbetaald vroeger. Maar dat zeg ik, als ik voor mijn ouders zou rijden, dan rijd ik plat. Ook als je daarvoor moet gaan zitten? Nee, maar ik ga er niet voor zitten. Het was niet mijn bedoeling. Ik deed het toch per ongeluk? Oh, ik deed het per ongeluk. Maar bijvoorbeeld zo'n Riedel van Taghi, hè? Ja. Zie je daar dan overeenkomsten mee met Klaas Bruinsma? Nee. Nee, die zie ik niet. Er zullen misschien wel bepaalde dingen zijn qua organisatie en dergelijke. Maar niet qua de dingen. Ik denk af en toe dingen, ja, voor wat? Dat heel anders opgelost kunnen worden bijvoorbeeld. Als ik dat zie, nou, als ik sommige dingen zie van wat er gebeurt. En met die jongetjes die ze ervoor gebruiken. Dan vind ik dat zo... Nou, je ziet het met al die kroongetuigen. Ze gaan allemaal praten. Maar ik bedoel, je hebt zelfmoorden gepleegd bij wijze van spreken. Wat je dan leest, ik weet niet wat er allemaal waar is. Maar ze hebben dat gedaan en dan worden ze kroongetuigen. Ja, dat kan er bij mij gewoon niet in. Nee. Nee, nooit. Nee, maar wat vind je, wat als je dat leest, hè, van die criminaliteit nu? Deze tijdsgeest. Hoe kijk je daar tegenaan? Nee. Zou jij daar nog in kunnen... Als het was zoals het vroeger was, ja. Als je zulke partners kan vinden, die zo eerlijk en waar je zo goed mee kan werken, dan is het te doen. Maar je denkt niet dat het nu heftiger is dan dat het toen was? Het zal zeker heftiger zijn, omdat de bedragen veel groter zijn. Oh ja? Ja, tuurlijk. De kookhandel en al andere handel is veel meer waard natuurlijk dan wiet en hars. Ja. Ze tegenwoordig vermoorden ze voor ik weet niet hoeveel kleine bedragen. Nou ja. Maar ja, als je natuurlijk een goede clan achter je hebt en alles, ja, dan verandert dat de zaak. Want wij hebben met Holleeder ook nooit gelast gehad. Deden jullie wel zaken mee? Nee, want we zaten in een heel andere branche dan wij. Ja. Ja. Wat vind je van Holleeder dan nu? Volg je dat een beetje? Nou, ja, je hoort het natuurlijk vanzelf van al die dingen. En wat vind je dan dat die zussen hebben aangegeven? Nou, ik vind wat er ook gebeurt, dat doe je niet. Ik had al 1000 keer mijn kerels aan kunnen geven. Maar dat doe je gewoon niet. Dus zelfs nu ga je met heel veel geheimen je graf in? Ik heb geen geheim. Nee? Niet dat ik vind dat ik geheim heb. Films van criminelen, dus van Pablo Escobar of Chapo, ik kijk er eigenlijk nooit naar. Nee? Nee. Ik heb zelfs de Godfather nog nooit gezien. Dat meen je niet? Ja, echt. Ik vind het helemaal... Omdat er ook zoveel geromantiseerd wordt en heel veel dingen, denk ik, ja, dat klopt helemaal niet. Criminaliteit is geen romantiek. Nee, absoluut niet. Het is gewoon werken. Zo zag je dat ook? Ja, zo hebben we het altijd beschouwd. Hey, en hoe ziet je leven er nu uit, Thea? Lekker. Ja? Ja, heel fijn. Ben je gelukkig? Ik ben heel gelukkig. Ja? Ja, super gelukkig. Een heel leuk vriend. Ja. Ik heb gewoon goed gedaan, 20 jaar jonger, wat wil je nog meer? Nee. Dat is wel leuk, want zo'n mazzel heb je ook niet met mannen gehad in je leven. Nee, maar op de momenten dat ik met ze was, had ik het wel leuk. Oké. Okay. Het is gewoon op een gegeven moment gaat het over, of er gebeuren dingen. En ja, bij mij is het dan over gewoon. En dus ik was ook helemaal niet van plan hoor, om een vriend te nemen of zo. Dus echt zo toevallig op mijn pad gekomen. Ja? Via Facebook. Nee. Ja. Ja. En hoe lang zijn jullie nu samen? Een jaartje of 2, maar even denken hoor. Ja, ongeveer 1,5 jaar. Kunnen wij tussen 2 paaltjes doen? Tuurlijk, dat doet het. Ja. No bridge too far hoor. Ja, hier heb je gewoond? Ja. Ah, je hebt op veel plekken gewoond. Ja, heel veel. En uiteindelijk naar Panama ben je weer in Amsterdam gekomen? Ja, moest eruit. En toen, wat ben je toen hier gaan doen? Ga relaxen. Je had niet genoeg gerelaxed in de Panamese gevangenis. Ja, nou, hoor. Dus ik heb daar ook gewoon mijn handeltjes gedaan voor sigaretten en zo. Hey, en voorlopig blijf je in Amsterdam? Ja. Maar heb je nog onrust? Nee. Nee? Onrust? Nee, maar onrust van ik moet dit of ik moet dat. Oh nee. Ik heb nu eindelijk tijd voor een sociaal leven. Ja, waar moeten we heen? Wacht even, waar is de hier... Ik denk dit is de Keizers, dus dan is het eentje verder. Ja, en dan is het zijstraatje. En hier is het, de Lange Straat. Hier hadden jullie kantoor. Ja. Nou, die Lange had dat gehuurd van 1 Hoog 92. Oké, Thee, daar zijn we. Ja. Dit was 1 Hoog, daar hebben we altijd gewerkt. En hier kwamen de klanten? Hier kwamen mensen naartoe, net zoals op elk werkadres. Nou, op een gegeven moment komt die snor, die belt gewoon aan en die komt boven. Er is nog wat te doen. Ik zeg nee. Ik zeg, dan ga ik even eten, als je in de tocht bent, ga ik even eten voor mijn hondje halen. En ik loop daar zo. En ik zie die auto, net zoals een witte autootje staan, met 4 grote kerels erin. Dus ik zie dat staan en denk, ken ik ze nou? Dus ik ga nog echt helemaal zo kijken. Echt zo, nou ken ze niet, dus ik loop door. Ja, want je dacht misschien zijn het klanten? Ja, of, dat dacht ik. Dat gebeurde vaak, dat klant omzocht of zo. Ja. Dus ik loop over het bruggetje om naar de Herenstraat te gaan, naar de slager. En ik hoor achter me roepen, juffrouw. Ja, dan weet ik dat hier allemaal hoeders zitten in de buurt. Dus ik kijk om en denk, moet je nou van me? Dus dan opeens word ik toen loop verder op het bruggetje heen. Word ik op mijn rug getikt van mevrouw. Daar over het bruggetje, ik stond midden op het bruggetje. En ik zei nog heel duidelijk, hij zegt, mevrouw wil even meelopen, politie. Ja, sorry, ik moet even eten. Nou, loopt er maar even rustig mee terug. En dan ga ik je hoofd werken natuurlijk. Dan denk je, shit. Als ik aan ga bellen, dan denkt die snor. Ze is wat vergeten en die doet meteen open. Ja, toen stonden al 4 man achter me. En die zeiden gewoon, kun je even rustig aanlopen? Dus nou, kit voor de deur. Oh, dat zei je meteen? Ja, meteen. Hij zegt, wat? Ik zeg, kit voor de deur. Waar ze bij stonden? Ja, hoe kan dus? Ja. Ik denk, hij doet open, daar had ik helemaal geen zin in. Dus hij is even dichtgenomen. In de tussentijd belt hij Lange. En ze zegt, Lange, ik heb geen tijd voor inval. Bang. Die knalt zo die telefoon erop. En die Lange belt meteen weer terug. Die zegt, luister even. Hij zegt, we hebben geen tijd meer met inval. En die knalt er maar op. En naderhand, toen ze dus binnen waren, alles onder zag, komen ze opeens met een pistool van die Lange. Die weet je ook zeker niks van. Wij kregen ook avond, dat wist het echt. En dat wou die Lange al zeggen. En toen moesten jullie mee? Ja. En? 4 dagen. Ja. En dan was je weer vrij? Ja. En tot het eind wil ik even de groetjes doen voor mijn kleindochter Emily en een speciaal vriendinnetje Shanna.